De wereldwijde situatie met betrekking tot drugssmokkel laat zien waarom de samenwerking van Suriname met Nederland, Guyana en Frans-Guyana goed is. Dit vertelde justitieminister Kenneth Amoksi gisteren bij de afsluiting van de Drugs Trafficking Seminar in het Marriott Hotel. Als kleinland hebben wij de dreigingen en uitdagingen van nieuwe synthetische drugs, geavanceerde transnationale criminele organisaties en hun werkwijze niet te stuiten. Dit zullen wij in het belang van het welzijn van onze burgers in alle vier landen en het stoppen van de ondermijnende gevolgen van drugsgerelateerde georganiseerde criminaliteit wel zo goed mogelijk moeten nastreven. Vandaar dat ik de samenwerking met Frankrijk, Frans-Guyana en Nederland toejuich. De minister noemde als voorbeeld dat er regelmatig drugs wordt aangetroffen op de Jules Setny haven. Hij zegt dat de hoeveelheid drugs dat landelijk in 2022 is onderschept zeker 1326,99 kilogram was. En dit jaar is het tot nu 138,95 kilogram. De ondermijnende gevolgen van drugsgerelateerde georganiseerde criminaliteit, die een miljardenindustrie is geworden, is zichtbaar door fraude en corruptie. In deze zou ik mezelf tekort doen als ik hier niet benoem de uitdaging van de Caribische landen, waaronder dus ook Suriname, met betrekking tot illegale vuurwapens. De drugshandel is onlosmakelijk verbonden met de illegale handel in vuurwapens. Belangrijke kwesties en uitdagingen op het gebied van drugshandel die zich voordoen, mogen we niet uit de weg gaan. Amoksi zegt dat de samenwerkende landen samen de verantwoordelijkheid moeten nemen om het steeds veranderende drugsprobleem effectief aan te pakken.